en meer worden we in onze maatschappij geconfronteerd met toestellen die batterijen bevatten. Dat zijn meestal lithium-ion batterijen. Denk maar aan uw smartphone, aan uw laptop, aan uw step, aan uw elektrische fiets. Ce type d'appareil rentre chez nous et ces nouvelles technologies comportent des piles ou des batteries lithium. Et dès l'instant où effectivement ces piles batteries sont choquées, elles peuvent créer un départ de feu. Donc soit un départ de feu immédiatement, ou soit un départ de feu plusieurs heures après. Er bestaat geen techniek om dat te kunnen zien of technisch te kunnen aantreffen. Dat moet dus manueel gesorteerd worden. Het is ook moeilijk te zien als er een toestel is, zit die batterij er nog in of zit die batterij er niet meer in. Het probleem van lithium-ion is dat die zo fel zijn, dat die zoveel energie bevatten en ook zeer moeilijk blusbaar zijn. Als je die bijvoorbeeld gewoon met water begiet, dan is dat geen oplossing. Et ça peut avoir des conséquences énormes pour les outils de production, parce qu'à proximité on peut avoir donc nos outils de production qui sont à côté. Ça peut être pour l'environnement, donc forcément quand il y a un incendie, il y a les eaux derrière qu'il faut pouvoir traiter. En daarom pleiten wij dat de producenten een systeem opzetten, enerzijds dat de batterij gemakkelijk uit de toestellen is te halen en anderzijds dat er werkelijk een systeem komt waar er een zeer goede sortering aan de bron is en de batterij op voorhand uit de toestellen wordt gehaald eer ze de toestel zonder batterij in het grootcircuit gaat.